Ja, ik vind het gewoon jammer om afscheid te nemen van het spel. Het is een fantastisch experiment, want je weet gewoon totaal niet wat er gebeurt in het Big Brother-huis. Je hebt er geen enkele grip op. We zijn alleen maar aan het speculeren en elke keer aan het kijken van, joh, wat gaat er dan gebeuren? En als je dan dacht dat je het wist, dan zat ik er gewoon finaal naast. En ik hoop dat ik de kijker wel mee kan geven dat het is 24 uur bezig en het is best intensief. En probeer niet te snel te oordelen, want we zijn gewoon mensen in dat huis. Ik ben volledig mezelf gebleven. Ik heb absoluut niet gespeeld. Dat wij onze ei kwijt moeten, dan zoek je dat toch ook bij je eigen mensen op. En dat zijn geen complottheorieën. Dat blijf ik ook elke keer ontkennen. Ik vind het wel jammer, ik had wel graag uitgespeeld. Maar ik ga zeker alles terugkijken van Big Brother. En ik ga zeker Big Brother volgen. De hot tub ga ik zeker missen. Maar Nathalie had al gezegd dat ze een crowdfunding voor mij gaan starten. Maar de hot tub is denk ik ook bijna mijn valkuil geweest. Want ik ben daardoor ook al bijna uitgenomineerd, omdat ik te vaak in de hot tub zat. En nogmaals, ik baalde van dat ik eruit ben eigenlijk. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik was echt moedertje, al mijn kuikentjes liepen daar.